Ja, we staan nog steeds bij de première van de Christmas Carol. En voor mij staat Wolter Kroes. Goedenavond, Wolter. Goedenavond, hoi. Ja. Maar jij komt vandaag speciaal voor je dochter. Want die ja, ik ben hier niet voor mezelf vanavond. Nee. Ja, je dochter Pamela die speelt een rol in deze musical. Ja, ja. Hoe voelt dat als vader zijnde? Ja, apetrots, hè. Want dat houdt toch wel in dat ze een beetje mijn genen heeft en mijn ding gaat doen. En ja. Dat is alleen maar iets wat fantastisch is. Ja, daarom. Ja, dat is niet altijd zo dat zoiets gebeurt. En ja, maar Pam dus wel. Pam heeft dat gewoon in er zitten en gaat vanzelf eigenlijk. Had ze vanaf het begin af aan al een beetje het gevoel dat ze ook een beetje die kant op wil gaan zingen? Nou, het leuke is, want Pamela is, ik ben natuurlijk, we zijn gescheiden, dus Pam woont bij de moeder. En dus die doet echt op haar eigen manier, haar eigen ding. Ik bemoei me daar ook helemaal niet mee. Het is niet zo dat papa er poest of dat ze dit moet doen. Dus ja, het zit echt in haar genen. Ze vindt het gewoon heel leuk. Ja, en heb je de show toevallig al gezien? Of een ik heb de show nog niet gezien. Nee, dus nee. Het is voor mij echt heel nieuw. Ja, ik ben zelf natuurlijk ook heel druk met optredens in het land. Dus ik heb er nog geen tijd voor gehad. Maar ik denk vanavond... Ik had naar RTL 4 Live for You kunnen gaan of hierheen. En ik ben hierheen gegaan. Dus ja, dochters ik gaan vind voor... Het, absoluut. Ja. En absoluut. Je gaat vanavond de show zien. Ben je zenuwachtig voor haar? Ja, ik ben altijd meer zenuwachtig voor haar als ik voor mezelf zenuwachtig ben. Dus ja, ik ben er allemaal een beetje nerveus voor. Ja, dat zal ook best. Ik vind het leuk. Ik heb in de wandelgangen ook gehoord dat sommigen al zeggen dat Pamela eigenlijk haar vader overtreft. Dat zou kunnen. Nou, dat zou alleen maar mooi zijn als dat zo is, want... Dan krijgen ze een prachtige toekomst. Ja. Dat zou te gek zijn. Ja. En daar gaan we ook voor. Hè? Kinderen moeten altijd weer beter zijn als hun ouders, zeg maar. De generatie moet steeds beter worden. Dus. Nou ja, wie weet, ze is nog geen 41, dus ze heeft nog een lange weg te gaan. Nee, ze is nog jong. Ze heeft al meerdere dingen gedaan. Ook Siske de Rat. Ja. Heeft er die Pinocchio, ook gezien? Hè? Ja, ik heb ze allemaal gezien. Ja, apetrots. Ja. En inderdaad, het zou zomaar kunnen dat ze inderdaad papa voorbij streeft. Nou ja. Ja, en wat zou je daarvoor vinden als dat gebeurt? Dat zou ik fantastisch vinden. Ja, want ik voor mezelf, ik heb het idee dat het allemaal heel goed gaat. En ik heb een prachtig leven door de muziek. Want mijn hobby is zeg maar mijn werk geworden. En dat gaat uitstekend. Dus als zij dat mag overtreffen, nou, ik hoop het. Dan voel je alleen nog maar trots. Ja, dan ben ik alleen nog maar gesterkter. En dat zou ik alleen nog maar te gekker vinden. Tuurlijk. Ja, u bent hier niet alleen. Heeft u veel familie meegebracht? Ja, mijn vrouw is bij me, Tess. En de moeder van Pamela is er. Mijn ouders zijn er, haar ouders zijn er. Dus de hele familie is er. Ja, en iedereen is even trots. Allemaal. We gaan allemaal voor Pam. Ja, vandaag... En de rest van de kinderen. Want... Heb je er vandaag al gesproken? Nee, gisteren wel. Ik had tv-opnames bij de Tros vanmiddag. Ik heb de primeur van de nieuwe single gedaan van Laten We Gaan. Dus ik heb er nog niet gesproken. Nee. Okay. Maar... Denk je dat ze zenuwachtig is voor deze avond? Nou ja, wel. Zij heeft ook die gezonde, dat heb ik zelf ook als ik moet optreden. Zij heeft wel die gezonde zenuwen, zeg maar, wat je ook nodig hebt om het goed te doen. Want anders dan zou het een, dan wordt het een soort van, hoe noem je dat? Dat het zomaar iets is. En dat is dit natuurlijk niet. Nee. Je moet hier wel je best voor doen. Ik heb Pamela afgelopen zondag bij de eerste try-out ook gesproken. En toen had ze het ook over een single die ze met jou samen heeft opgenomen. Het liedje Vraagtekenland. Ja. Ja, prachtige plaat geworden. Ja, en daar hoorde ik inderdaad ook in de studio dat het zomaar nog wel eens een keertje een stap verder zou kunnen gaan als papa. Ja, alleen maar mooi. Super. En komt het nummer ook echt uit of staat hij al op een album? Ja, het album komt half maart uit en daar staat hij op. Ja, en of het een single gaat worden, dat weten we nog niet. Maar hij staat in ieder geval wel op het album. En dat is prachtig geworden. Ik ga even een handtekening zetten van het jochie ondertussen. Ja, nee, prima. Ik wil jou in ieder geval heel hartelijk danken voor dit interview. En heel veel succes wensen. Ja, graag gedaan. En niet te veel zenuwen voor Pamela, want volgens nee, mij is het maar ik weet dat ze het kan. Dus dat komt helemaal goed. Oké, succes hè. Doei.